Hallo en welkom bij Dangre Elite. Mijn naam is Baderdin en in deze video heb ik 10 voorbeelden met je te delen van goedkope eiwitreikproducten die je zullen helpen met spiermassa opbouwen als je niet veel te besteden hebt. Het kan zijn dat je student bent, dat je schulden hebt of simpelweg niet genoeg in de maand overhoudt om veel te kunnen uitgeven. Maar gelukkig hoeft dat met deze producten niet en kun je tegelijkertijd werken aan een gespierd fysiek. Nummer 1, eieren. Eieren kun je overal wel voor een goede prijs vinden. Zeker als je een van de goedkopere verpakkingen kiest. En ze vormen een prima bron van eiwitten, want per ei krijg je gemiddeld 7 gram eiwitten binnen. En naast gekookte eieren of een omlet kun je er ook eiwitpannenkoek van maken of verse eiwitbrood. Naar nou, gemiddeld eiwitten per 100 gram is 12 gram. En als je kijkt naar de geschatte prijs per 100 gram kom je uit op ongeveer 38 cent. Nummer 2: magere kwark. Magere kwark wordt vaak verkocht in bakjes van 500 gram. En met een bakje van 500 gram krijg je 42 gram eiwitten binnen. En 500 gram is best veel, dus dat vormt op zich alle maaltijd. En vaak is een bak magere kwark voor onder de euro te vinden. En is dat dus een hele goedkope maaltijd als je voor onder de euro een maaltijd hebt. Als we kijken naar de gemiddelde eiwitten per 100 gram kom je uit op 8,5 gram... En als je kijkt naar de geschatte prijs per 100 gram, is dat ongeveer 18 cent. Dus erg goedkoop. Nummer 3, kip. Als je kijkt naar de vlees- en visproducten, ben je met kip vaak het goedkoopste uit. En ook hierbij kan je de juiste beslissingen nemen. Bijvoorbeeld is een grotere voordeelverpakking voor goedkoper? Dan nou, kies je daarvoor. Wat overblijft, kun je altijd invriezen voor later. En ook kies niet voor de gesneden blokjes, bijvoorbeeld, omdat je betaalt voor die service die je. Voor je hebt gedaan, maar doe het gewoon lekker thuis zelf. En als we kijken naar de gemiddelde eiwitten per 100 gram is dat 23 gram. En als je kijkt naar de geschatte prijs per 100 gram, kom je uit op ongeveer een euro. Nummer 4 bonen. Ja, bonen in blik zijn erg goedkoop. En misschien zijn ze niet zo eiwitrijk als de vorige producten. Maar toch helpt het als je deze in je maaltijd toevoegt, dan tikt het wel aan, want bij bonen kom je per 100 gram uit op 7 gram eiwitten. Dus zou je bijvoorbeeld bonen in de mix met kip of eieren hebben, dan schiet het de eiwitten omhoog. En ook blijven ze heel lang goed, dus je kunt altijd een voorraad inslaan, zodat je thuis altijd wel wat hebt. En de geschatte prijs per 100 gram is ongeveer 42 cent. Nummer 5, visstix. Nou, Zoals je misschien al weet, verse vis is best duur, maar dat geldt niet voor visticks. In veel supermarkten wordt het verkocht in een pak van 450 gram en dat nog voor geen 2 euro. Dus dat is een hele mooie prijs. En per 100 gram kom je uit op 13 gram eiwitten. En een geschatte prijs per 100 gram is 46 cent. Een ander voordeel van Fistix is: je hoeft het niet eerst te ontdooien, kruiden of schoon te maken, snijden. Dat hoeft allemaal niet. Je kunt ze meteen vanuit de verpakking de oven in of de airfryer in. Dus ook nog eens een makkelijke maaltijd. Nummer 6, pinda's. Ja, de meeste noten zijn best prijzig, maar dat geldt niet voor pinda's. Zeker als je voor de huismerken kiest, dan zul je in elke supermarkt wel grote zakken pinda's vinden voor heel weinig. Noten en zaden zijn trouwens allemaal eiwitrijk, dus als je naast pinda's andere noten of zaden vindt die je lekker vindt en voor een goedkope prijs, dan zou ik daar gewoon voor gaan. Noten en zaden, dus ook pinda's, zijn misschien hoger calorieën vanwege de gezonde vetten. Maar dat maakt niet uit als je wil groeien. Dat is alleen maar beter, want een combinatie van veel calorieën en eiwitten zorgt gewoon voor sneller meer spiermassa. Pindakaas trouwens is gemaakt van pinda's, dus de voedingswaarde is ook gelijkwaardig aan elkaar. Dus als je pindakaaspotten ook vindt voor goedkoop en je lust pindakaas, dan is dat ook een prima optie. En met pinda's kom je gemiddeld... Per 100 gram op 26 gram eiwitten. En een geschatte prijs per 100 gram is 39 cent. Nummer 7: vis in blik. En vooral in supermarkten als Aldi en Lidl kun je ze voor erg weinig vinden. Het Tonijn is wel superieur als het gaat om de eiwitten. Want daarmee krijg je 27 gram eiwitten per 100 gram binnen. Maar ook sardines en zalm zijn bijvoorbeeld prima opties. En vis in blik hoef je niet op te warmen. Dus je kunt gewoon rauw eten. En dus ook een snelle maaltijd vormen. Stel dat je bijvoorbeeld instant noedels met een blikje vis zou mixen. Dan heb je letterlijk een maaltijd binnen twee minuten. En gemiddeld eiwitten per 100 gram voor vis in blik is 25 gram. En een geschatte prijs per 100 gram is 1 euro en 5 cent. Nummer 8: eiwitpoeder. Nou, eiwitpoeder is tegenwoordig wel veel duurder als een aantal jaren terug. Maar als je kijkt hoeveel eiwitten je per se krijgt en dat een shake ongeveer een euro kost, dan is dat nog steeds een goede deal. Want per se kun je makkelijk 30 eiwitten naar binnen drinken en 30 gram eiwitten via eten. Dan moet je toch best veel voor eten. Als je kijkt naar de gemiddelde eiwitten per 100 gram, is dat 79 gram eiwitten. En een geschatte prijs per 100 gram is 2,75 euro. Nummer 9, tofu. Nou, tofu is een prima vleesvervanger voor de vegetariërs. Maar ook al ben je niet vegetarisch, dan is dit een prima en gezond product. Bij veel supermarkten kun je een verpakking van iets meer dan een half kilo krijgen voor nog geen 2 euro. Dus dat is een hele goede deal. En vegetarisch eten wordt steeds populairder omdat je steeds meer mensen hebt die vegetariër zijn. Dus het assortiment wordt alleen maar groter en de prijzen worden steeds lager... Dus ideaal, ik zou daar wel naar kijken en op letten. Een ja, gemiddelde eiwitten per 100 gram is 13 gram voor tofu. En een geschatte prijs per 100 gram is 38 cent. En de laatste, nummer 10, hamburgers. De hamburgers zijn vaak laag geprijsd en toch eiwitrijk. Want je vindt altijd wel hamburgers van meer dan 10 gram eiwitten per 100 gram. En dat is ideaal voor spieropbouw. Ik raad wel aan om dit in maximaal één maaltijd per dag. Toe te voegen, want hamburgers zijn niet het meest gezonde producten. Dus eet je het vaker op een dag, dan is dat niet altijd gezond. Maar één keer per dag is prima. En ook heb je voor weinig eiwitrijk product om spiermassa op te bouwen. Een gemiddeld eiwit per 100 gram is 13 gram, en een geschatte prijs per 100 gram is 48 cent. Nou, dit waren de 10 voorbeelden van goedkope eiwitrijke producten die je helpen met spiermassa opbouwen. Vond je dit een behulpzame video? Abonneer dan op dit kanaal, want we komen regelmatig met nieuwe video's over krachttraining, afvallen en gezond eten. Nou, dit was het voor deze en ik spreek in de volgende.